Forsen met een dunk. Dat zou fantastisch zijn. Maar daar die even lange Mietga. Zo zou je het officieel moeten uitspreken. Ongelooflijk wat Leiden dit seizoen presteert in Europa. Pruitt met weinig tijd op de schotklok, maar uitstekend seizoen gedraaid. Mooie ontwikkeling van Mikalauskas. Naar Logan met zijn punt. Ververs en dan balverlies. Zo'n anderhalf uur voor de wedstrijd kwam erachter dat hij zijn schoenen was vergeten. Dat verwacht je niet van een routinier als Worthy de Jong. Gemiddeld bijna 15 punten per wedstrijd. Nu dan zijn eerste. Ja, zijn eerste drie voor George Brook. Leiden dat dit seizoen dus al in Europa bewijst dat het met grote ploegen mee kan komen. Oh, schitterend! De blok van Bransma. Brock. Logan, heerlijk doorgespeeld. Bransma, ja, 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 heerlijk. Een aantal seizoenen meegemaakt bij Heroes in Den Bosch. En nu overkomen uit Groot-Brittannië, Maarten Bouwknecht. Ja, Cooper daar, die eerste befaamde driepunter van Quinn Cooper. Dat zal Leiden weten, maar ja, soms is het onoverkomelijk natuurlijk. Cooper. Dat er nog maar vele mogen volgen. Hier de heerlijke stiel. Makonda, die is ijzersterk en snel. Aris kruipt dichterbij. Dorsen. Dorsen, ja, die heeft de body natuurlijk tegen Van Bree. Die is 2 meter 3. En daar mag Aris van profiteren. Dorsen. Dorsen weer tegen Van Bree. Van Hoeven gezocht. Ja, die heeft een drietje. Ja, en die vuurt hem. 8 punten vandaag voor hem. En belangrijker, Aris weer op 1 punt van de landskampioen. Dorsen met de steal. Nu Hoeven. Hoeven, ja! Van Sliedrecht heeft getekend, maar kan zijn team dat ook in uitvoer brengen. Logan, Hoeven, Hoeven, ja! Heerlijk gedaan. Uitstekend. Mikalauskas eenvoudig gevonden, maar dan vliegen daar de windhemden op. En daar is Brock, die is snel. En daar is Hoeven. Oh, nee, het is George Brock. Of Dorsen natuurlijk, schitterend. Hoe ogenschijnlijk makkelijk hij dat doet. En dan is het Pruitt aan de andere kant. Logan. Brock wordt goed verdedigd door Mikalauskas. En daar toch overheen. Kan hij niet gewoon even lekker op de bank gaan zitten. Oh, is het 10e rebound voor Mietgaard. Zo, Logan, ja, dat wil het publiek graag zien. Mooie actie. Oh, en heerlijk afgerond. Ryan Logan. Nu bij de landskampioen in Nederland, Mietgaard. George Brock. Daar Bransma. Heel veel vrijheid. Ja, schitterende actie van Rijn de Bransma. George Brock en Makonda. Hij weer binnenlijnen. Ja, mooi teamwork van Aris. En Cooper moet de trekker overhalen en doet dat. Bijna perfect, maar dan moet die score er wel in. Hier de steal van Hoeven, van Bree. En daar, ja, Mietkaart en dan Dorsen. Bransma. Bransma, ja, dan maar een flotertje. Ziet ineens heel veel ruimte. Het was overigens de finale vorig jaar natuurlijk om het landskampioenschap. In Den Bosch werd er nog wel gewonnen met 80-83, maar in eigen huis werd er verloren. Want bij winst dus 2 punten. De verliezer krijgt ook een punt. Hier een steal van Brock die hem zo in de schoot geworpen krijgt. 0 punten nog voor Bouwknecht. Dat is ook geen grote score. Gemiddeld 4,8 per wedstrijd voor Bouwknecht. Maar vandaag dus nog puntloos hier in Leeuwarden. En die Elite Gold. En, wat ik al eerder aanhaalde, 9 en 16 maart. Over 3 weken. Gemiddeld 1 minuut per keer dat hij speelt.
Van de Gijn. Doe het. Brandsma dan. Ja.